In deze aflevering vertrekken we uit Lemmer voor het laatste deel van onze zeilvakantie rond het IJsselmeer en Markermeer. Ook klussen we er weer flink op los en we hebben een update rondom ons vertrek. Wij zijn Jeroen, Jessica, Benjamin en Frank en we hebben besloten om ons huis en onze spullen te verkopen om per zeilboot de wereld rond te reizen. Het doel is om in 2021 te vertrekken. Zo, hoe zijn de condities? Het waait 17, 18 knopen uit het westen. Even kijken hoor, maar gewoon letten. 17, 18 knopen uit het westen. Het is zonnig met een beetje bewolking. Je ziet een paar regenbuitjes die ons lekker missen, net als gisteren. Het ziet er prachtig uit. Het is echt zo'n mooi wolkenplafond. Hartstikke mooi. En we gaan straks, we zijn nu in Lemmer. En we gaan zo naar Deco Marina Lelystad. Soms probeer je eens wat. Onze boot is best wel loefgierig. Een groot voorzeil en niet al te grote. Nou ja, het is eigenlijk gewoon een fok. Niet al te grote fok. En ik denk, ik probeer het een keer alleen met het voorzeil. Die staat gewoon vol open nu. Maar we varen gewoon lekker 6,5 knoop. Alleen met het voorzeil. Hoog aan de wind. Is goed te doen. Kijk, zo experimenteer je eens wat en dan merk je wat fijn is en wat niet. Iemand heeft het naar zijn zin in de kast. Ja. Die wordt tot leven gewekt door de golven. Na het hek, na de heg, waar die opening zit, die glasbak staat, de vuilnisbak. Ja. Daar die daarna. En dan dat kleine puntje, die pakt makkelijker denk ik. Oh, die grote, sorry. De 18 leg en stuurboord komt leeg naar ons toe. Dank je. We zijn de sluis ingevaren.
We hebben iets voor het eerst gedaan. De bijboot. De buitenbootmotor stond een klein stukje omhoog. En als je er niet oppast, dan tik je de sluiswal aan. Leermomentje. We hebben 4 bladen, we hebben er maar een wel nodig. Kijk eens even, vrouwtje. Lekker alle lijntjes te werpen. Alles goed, alles vanzelf. Alleen soms heb ik het idee dat ze de tactiek heeft om de lijn gewoon tegen de bolder aan te gooien en hopen dat hij vastgaat. Nee, geintje. Ze doet het fantastisch. Waarschijnlijk beter dan ik, want zij doet het ook vaker dan ik. Gaat die kapitein? Ja, hartstikke goed. We varen weer op alleen het voorzeil. 17 knopen schijnbare wind. En maar een beetje hoog aan de wind. Nou, niet hoog. Wat zit er tussen hoog en halve wind in? Daar dus. Hoeveel graden? 66 per schijnbaar. 67. En dat doen we even totdat de grote boten die aankomen gepasseerd zijn. En dan gaan we wat hoger aan de wind varen. Want dan gaan we namelijk richting Almere. Hoe hard gaan we? Nu 5-2, 5-3 op de GPS. Waarom wijzen we het grootte dan niet? Dit is echt heel lazy sailing een beetje. Ik wilde eigenlijk alleen het grootte. Gisteren hebben we alleen het voorzeil gebruikt. Om te kijken hoe dat ging. Dat ging prima. En hoe de boot zich zou gedragen ook. En vandaag wil ik alleen het grootzeil doen. Alleen bij het klaarmaken van de boot was ik alleen even vergeten de huik en zo van het zeil te halen. Dus dan hadden we zoiets, nou ja, doen we dat een andere keer. Gaan we nu lekker op het voorzeil zeilen. Bij een vakantie is natuurlijk, vooral mijn vakantie, in Nederland niet onoverkomen dat je af en toe slecht weer hebt. Eigenlijk op zijn slechtste, sinds net, is mevrouw de kapitein er lekker aan het slecht weer varen. We zijn terug in onze thuishaven en daarmee zit de vakantie erop. We moeten weer aan de bak met bootklussen. Lekker kontje hoor, schatje. Ja, ik weet het. Daar sta ik onbekend. Jeroen, lekker kontje Scherpenzeel. Oh. Maar dat film je niet voor, zeker? Nee, wat ben je aan het doen? Ik ben begonnen aan het lithium accu project. Hier zaten de oude accu's. Hier de startaccu. Maar de oude accu's heb ik eruit gehaald. Die staan daar. Die gaat zo vast wel filmen. Hier komen de nieuwe, alleen die passen natuurlijk niet in de accubak en die cellen moeten wel strak tegen elkaar aan zitten en vastzitten. Dus ik ben wat aanpassingen aan doen zodat het allemaal
vast zit en netjes wordt. Hé, hey, wat ligt er allemaal op tafel, jongens? Speelgoed. Ja. Speelgoed. Nee. Vriendschap. Mijn pa gaat vliegen. Dit is geen pa. Vriendschap. Allemaal elektra. Mogen jullie eraan zitten? Nee. Nee, hè. Over de verdere installatie van de lithium-accu's zie je in de volgende aflevering meer. Een van mijn projecten op de lijst is een hoes voor de bijboot. Onze bijboot is van een materiaal dat het voordeel heeft dat je het goed kan plakken. Dus zoals je gewoon een rubberbootje. Alleen kan het niet zo goed tegen zonlicht. En daar slijt het sneller door. De wasmachine is aan het draaien, dus dat hoor je op de achtergrond. De pomp. Maar om een beter bestand te maken tegen zonlicht, ga ik daar een hoes omheen naaien. Dus ik heb hier heel goed zonnebestendige stof besteld. En nu meten, knippen, naaien. Ik ben benieuwd. De vorige keer hebben we... die kan wel weg. De vorige keer hebben we van de andere kamers al het isolatie afgewerkt. Alleen die van Frank's kamer hadden we nog niet gedaan. Want de lijm was op. Dus we gaan nu opnieuw doen. En dat betekent dat we weer high worden. Hi. Het is nogal een intensieve lucht. Op film lijkt het heel wat. Alleen hebben we toch weer niet helemaal genoeg lijm. Dus This is the story of our life. Morgenochtend 10:00 gaat de gamma open. Dan kopen we nog een laatste potje om het laatste stukje af te maken. Een pot kopen we. Informatie opzoeken over de roerlagers. Ik denk dat ik weet wat ik moet hebben, ik kan het alleen niet vinden. Altijd leuk. Mm-hmm. Dat ding, hè? Deze. Die kunststof of Delrin of wat dat er ook meer is. Lager, die moet vervangen. Onder andere. En ik ben inmiddels denk ik al 4 weken bezig met de hoes van de bijboot. Dus voor al de tijd en de energie die we daarin hebben gestoken, hadden we prima een tweede bijboot kunnen kopen. Maar dat maakt niet uit. Het is bijna klaar. Kijk. Alleen nog dit stukje wasnaaien en dan de achterkant. En dan klittenband op de randen plakken en aan de randen naaien. En dan is die helemaal in orde. We hebben goed nieuws. We gaan. We mogen gevaccineerd worden. We zijn oud genoeg om te gevaccineerd te mogen worden. En de laatste vaccinaties zijn eind juli. Ja, 27 Jeroen, 28 juli ik. En als we niet ziek zijn, dan kunnen we gewoon weg. Dat betekent dat we het weekend erop vertrekken. We gaan naar het zuiden. We smeren hem. Genieten. Nee. Nee. Wil jij niet? Nee. We gaan op avontuur. Nee. Ja.
Nee! 1 augustus gooien we de trossen los en zetten we koers richting het zuiden. En met die definitieve vertrekdatum wordt het ineens allemaal heel echt. Maar we zijn er bijna klaar voor en hebben er enorm veel zin in.